De beste Nederlander op dit WK speelde niet voor het Nederlands elftal, maar voor Marokko. Niemand minder dan Sofyan Amrabat brak door op het wereldtoneel en dus reden genoeg om een kijkje te nemen bij waar het allemaal begon voor de revelatie van dit WK. Namelijk hier in Huizen. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Dankjewel. Op de Huizenmaat. Wat direct opvalt, zijn de shirtjes? Ja, de shirtjes van Soef en eentje van Noordin. En de foto's? Ja. Staat Soefjan er ook op? Soef die ontbreekt. Hier is zijn examenjaar. Deze foto is gemaakt op het moment dat hij moest trainen. Dus hij ontbreekt op de uiteindelijke examenfoto. Ja, was natuurlijk wel heel druk met voetbal. Nou, het was ook niet de jongen die na school tijd had om met ons in het winkelcentrum te chillen, want hij moest naar FC Utrecht, hij moest trainen. Deze heeft hij allemaal zelf gebracht. Ja, daar zijn we natuurlijk ook trots op. Eerste shirtje natuurlijk, dat is Utrecht, de mooiste club van het land. Daarna is hij naar Feyenoord gegaan. Toen van Feyenoord naar Club Brugge, België. En Hellas Verona, Italië. Nou, voor de mensen die goed opletten, die zien dat er nog eentje ontbreekt. Hij is pas niet een jongen, ik ben een grote voetballer. Hij maakte er geen macho werk van. Nou, ik zelfs met gym bijvoorbeeld, als we een potje moesten voetballen, ging hij niet laten zien wat hij allemaal kon. Hij deed het gewoon heel rustig aan en hij deed wel mee, maar niet. Hij pronkte er niet mee. Je kent de gebroeders Amrabat al heel lang. Wat is het eerste wat je te binnen schiet als je terugdenkt aan jullie tijd hier samen op school? Ah, veel plezier. We waren nog jong, gelukkig, happy. Het was een leuke school, leuke docenten. Dat was veel plezier. Ja, gekke dingen meegemaakt hier? Ja, we waren wel een beetje clearen, we waren een beetje de stoute jongens. Dus we hebben hier wel veel leuke dingen meegemaakt, ja, zeker. Leuke herinneringen. Uurtjes overblijven? Oh, zeker, ook. Dat zeker, ja. Wij waren wel een beetje de boefjes van de school, op een positieve manier. Maar uiteindelijk hebben we allemaal onze HBO afgerond. Hè. Naast voetbal, professionele voetbalcarrière, HBO afgerond, heel knap. Dus we waren boefjes op een positieve manier. Kan je nog iets herinneren in de klas? Dat die, hij maakte altijd van die irritante glaasjes dat hij ineens. Nee, en dan ging hij om zich heen kijken wie dat deed, terwijl hij hetzelfde. Ja, echt, dat is Soefjan. Ja. Dit is eigenlijk het artikel wat in het Algemeen Dagblad stond. Het eerste artikel in het Landelijk Dagblad. Had hij getekend bij FC Utrecht. En wat wel grappig is, hier staat ook dat hij toen al een uitblinker was op het WK onder 17. En dat hij tot onder 15, meen ik, voor Nederland gespeeld heeft. Ja, we hebben kunnen zien, Nederland zelf al het plekje naast Frenkie de Jong, een goede controleur. We hadden hem wel kunnen gebruiken, denk ik. Ja, dan was je een heel eind verder gekomen, denk ik. Moet je dat niet even naar hem appen nog? Dat heb ik al gedaan. Ja? Ja. Wat zegt hij dan? Ja, dan moet hij lachen. Zegt hij ja. Hij zegt dat, ja, dat is niet meer zo. Er wordt het natuurlijk alweer geschreven over Liverpool, Tottenham Hotspur. Nou, je kan het invullen als je een goed WK speelt. Ja, is dat iets waar hij zich op gaat richten na de wedstrijd om de derde plek? Ja, kijk, Soefjan is er altijd interesse in geweest. Hij heeft afgelopen seizoen ook gewoon super goed gedraaid in de Serie A. Dus het is helemaal geen verrassing dat hij het zo goed doet op het WK. Jullie hebben al belletjes gehad? Of wat is de stand van zaken? Nee, er is wel interesse in hem. Maar belletjes concreet, dan als je echt praat over. Kijk, voetballerijen praat je over interesse en je praat over concreet. Er is veel interesse in Soefjan. Maar dat was de afgelopen maanden ook. Want hij draaide gewoon een heel goed seizoen in de Serie A. Ja, waar liggen zijn ambities? Daar heb je het vast wel eens met hem over. Welke stap zou hij willen maken? Niet per se deze winter, maar op termijn. Nou, hij is op het WK uitgegroeid tot de beste middenvelder van het WK. Maar in mijn ogen is hij ook wel een van de beste middenvelders in Europa. Dus zijn doel ligt natuurlijk bij de top van de wereld. Soefjan is een jongen die heel hongerig is. Speelt nu in de subtop Europa. En natuurlijk heeft hij ook een doel en wil hij uiteindelijk in de top van Europa spelen. Nou ja, als jij bij iemand in de klas hebt gezeten die complimentje van Macron krijgt dat hij de beste middenvelder van het WK is, vind ik dat vrij bijzonder, ja. Dat je Kylian Mbappé zo neerhaalt, terecht en netjes, nou, dan ben je een grote jongen. Ja,